Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met niemand minder dan Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Oh, vorige aflevering hebben we eindelijk Dakim verslagen. Ja, dat ging zo goed, hè? Zeker. Oh, holy damn. Gelukkig zijn we daar vanaf. Ja, echt hoor. We gaan AGG Ron weer even ophalen uit de box. Ja. Kunnen we even kijken. Regirock heeft helemaal niks gedaan, maar dat maakt niet uit. Nou ja, hij was ter daarvoor. Emotional support. Emotional support in die ding. Want we hadden een hoop emotional damage. Emotional damage. Ja, het is gewoon nodig, inderdaad. Goed. Je hebt al die dagen. Hoeveel battles denk je dat het nog is? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog heel veel. Ja, waarvan? 1, 2, 3 vergelijkbare met admin battles. Oké. En daar zit de final boss tussen. Moet je dit echt handmatig allemaal gaan doen? Jazeker. Het hoort bij de speedrun. Maar goed, als je één keer door je bek heen bent gegaan, dan start je gewoon onderaan. Dus dat is wel fijn. Dat scheelt wel, ja. Ja. Verkeerde menu. Weet je waar ik volgend jaar wel zin in heb om te gaan doen? Om zo'n shiny Dragonfish te gaan hunten. Eigenlijk moet je dan zo'n... hoe noem je dat? Zo'n turbo controller halen, dat hij zelf op A drukt, zeg maar. Ik heb een turbo controller in. Maat. Die heb ik, denk ik, sinds eind vorig jaar of zo. Ik heb er ook aan zitten denken, alleen ik heb geen turbo controller. Nou, het is iets van 30 euro of zo. Oh, dat valt hartstikke mee. Ja, en ik heb hem gebruikt om geld te farmen in Scarlet en Violet. Wow, cheating? Nee, want je maakt gewoon een mon en je zegt alleen maar tegen de controller druk op A en dan ga je gewoon naar je werk. Hmm. En dan kom je terug en dan kom je erachter dat je 3 uur alleen maar A zit te spammen tegen Nervous Joy. Wat? Ja, als je zeg maar de beste manier om geld te verdienen in die game is de toernooi ding doen. Ah. Nou ja, en ik gebruik dan Sylveon met... Sylveon met? Sylveon? Nee, alleen Sylveon. Ah. Want anders krijg je zeg maar bericht van wil je Pokémon switchen. Ja. En dan spamt hij A. Maar dan pakt hij alleen maar die Sylveon. En dan zegt hij can't use that. Because it's already in battle. Ja. Dus je moet het met één Pokémon doen. Nee, maar omdat je zei ik gebruikte Sylveon met en toen viel je weg. Als met een specifieke aanval. Oh ja, met Moonblast. Ja. En dan je hoeft in principe geen... niet te restalize of zo. En dan werkt het, in principe. Ik ben nu op zoek naar een Snorlax raid. 6 sterren Snorlax raid. Ik hoop dat als ik ga breeden, dat ik dan niet een Munchlax krijg. Dat is volgens mij alleen als je een bepaalde incense gebruikt. Is dat zo met in Gen 9 nog? Ja, volgens mij wel. Oh. Nou ja, gelukkig maar. Gelukkig hebben ze dat niet aangepast. En dan is het... ik kan de Heracross vangen. Vanilla. Die kan je normaal gesproken ook. Hm. Ik druk de hele tijd op home, maar ik moet eerst de map erbij pakken. Deze Paien heeft een Bob. Bob. Maar jij hebt een... Je hebt een hipmond op. Dat klopt. Die stopper. Oh.
Ik heb nog steeds niet een deur in mijn kamer. Ik hoor het. Wat is er? Wat zei je? Hallo? Reageert gewoon niet meer. Verstond jij wat ze zei? Nee. Dat ik niet zo moet zeiken, na zeg. Iedereen verdient toch wel een deur in zijn kamer. Ja, hij staat er al, die deur. Ja, hij kan er niet in. Nou ja, ik wil hem wel erin doen, maar dan denk ik dat ik de boel sloop. Maar niet. Oké. Okay. Dankjewel voor je mening. Oké, okay, het is zoals het is. Je hoort het hier. In de BZT show. Ja, dat je het even weet. Ik kom alleen maar Crawdon raids tegen en Clefable. Oké, okay, en zometeen als je naar binnen gaat, Milan. Ja. Dan moet je gelijk nog een battle doen. Maar ik ga eerst even healing. Jazeker, dat lijkt me een verstandig planning. Even kijken hoor. Aha, Quagsire flinched. Lekpe. Maar echt. Ik doe wel gewoon Earthquake. Hij zoekt lekker uiting. Net zoals Lex uiting. Ja, inderdaad, ding. Oh. Er moeten meer mensen in mijn gebied Pokémon Go spelen. Zodat er meer stops komen bij in de buurt. Dat en dat er meer spant. Oh. Want ik had gelezen, zeg maar, hoe je ervoor kan zorgen dat er meer mond spannen. Ik zag op Reddit dat een guy die had het over van ja, toen het nog net in de was waar ik woonde, toen spannen er maar één ding. Maar naarmate ik meer ging spelen en naarmate anderen het ook in dat gebied gingen spelen, spannen er meer. Ah. Dat is ook de reden waarom er in een stad altijd zoveel spant. Yep. Dat is bij mij ook, als ik in het voetbalstadion zit, de spant er zo fucking veel. Want iedereen zit in de rust of voordat de wedstrijd begint allemaal Pokémon Go te spelen. Er staat op de hoek waar ik zit in het stadion is ook een Pokémon Gym. No way. Dat is echt waar. Dat is wel echt super handig. Ja, ik ga alleen naar mijn werk af en toe. En je hebt ergens aan het begin richting de 80 weg of zo. Dan heb je nog een gigantische heuvel waar er wel wat spant. Oké. Okay. Pietknop, let's go. Ja, dat komt omdat al die liftstukjes ertussen zitten en die duren fucking lang. Ja, die duren wel lang inderdaad. Daarom wil je ook in de speedrun altijd zo min mogelijk moeten healen. Hmm. Onze speedrunner, hè? Maar echt, ik heb de game alleen al een jaar of twee niet meer gespeedrund, maar... Ik heb het wel weer... Ik had laatst eentje gekeken van iemand, die had een record gemaakt of zo. Oké, dit is een battling. Jazeker. En die mevrouw achter de balie, gaat die jou ook healen of moet je elke keer als je gaat healen helemaal terug? Nee, als je zo meteen naar boven gaat met die lift in het midden, dan heb je links een kamer en daar kan je healen. Oké. Okay. Daar kwam ik ook pas echt heel laat achter. Dat je het even weet. Draining Kiss, doe eens even normaal, Ninetales. No way. Je hebt trouwens die Mario RPG game gepreorderd. Oh, nice. Wanneer komt die uit? Deze maand, toch? Of november, toch? Ja, 17 november. Okay. Alleen, ik weet niet of ik dan heel veel kan spelen, want ik moet die dag daarna ook naar Comic-Con. Oh, ik sowieso niet, want ik ben op vakantie. Ja, jij gaat ook lekker naar op vakantie, hè? Mm-hmm. Ik wilde het bijna zeggen waar je naartoe ging. Dat mag best, hoor. Het is niet dat ik word gededos daar. Oh ja, en dit komt toch later uit. Tunesië? Nee, dat is niet waar. Oh nee, het komt nog... Okay, nee, deze zal er vooruit komen. Ah, oké. Okay. Nee, maar ik ga naar Tenerife, niet naar Tunesië. Oh, kut. Het begon met de T, dat weet ik wel. Dat is zeker waar.
Was je de vorige keer naar Tunesië? Nee, ik ben nog nooit in Tunesië geweest. Oh, er was iemand anders naar Tunesië geweest. En die had het me verteld. Ik haal alles door elkaar. Dat is een beetje... Geeft niks. Maar Tenerife is ook de place to be, toch? Zeker. Ik hoop een beetje lekker weer. Ja, beter dan dit weer. Ja, dat zal sowieso wel, denk ik. Jongen. Nu is dat ook niet per se heel moeilijk. Nee. Nou ja, overdag was het wel mooi op zich. Alleen toen ik naar huis ging van working. Toen niet ding. Wordt het een beetje grijs en grauw. Nou ja, nu heb ik nog het voordeel dat ik maar tot 4 werk op het kantoor. Mm-hmm. En dan kan ik ook weer naar huis. En als ik thuis werk, dan werk ik tot 4:30. Nou ja, dat is ook wel op zich chill. Alleen je kan niet meer echt dingen doen. Ik zeg maar in het begin dat ik maar echt een paar uurtjes werkte. Mm-hmm. Toen kon ik nog echt op mijn gemakje even boodschappen gaan doen of wat dan ook. Of de hele middag gamen. Nu kan dat niet meer. Nee. Nou ja, misschien ook maar beter. Nou, zie ik niet de hele... Wacht, Fake Out zou toch alleen maar moeten werken als een Pokémon nieuw in het veld komt? Heeft hij hem net ingezet? Nee, ik heb de Gardevoir wel ingezet, maar dat was voordat de vorige beurt eindigde. Nee, als het de eerste beurt is of zo van een Pokémon die wordt ingezet en niet gebruikt, dan werkt het. Wow. Andersom, als je dan hebt geswitcht, dan blijft het gewoon werken, want dat heeft zeg maar geen, ja, hoe noem je dat, geen invloed. Okay. Als je net Hipmond op had ingezet, dan kan hij gewoon Fake Out gebruiken. Oké, nog één keer date skippen en anders gebruik ik gewoon de Snorlax die ik heb. Te breeden. En als ik zo'n Snorlax raid vind, dan krijg ik ook heel veel van die Terra Shards en die... Weet je die andere dingen? De Urban Mysticas. Ja, Urban Mysticas, ja, dat. Voor de shinies. Precies, één. Ik vond het wel ergens weer leuk om even in een soort een shield te breeden. Ook al is het echt heel gek. Ja, ik had er ook geen moeite mee, hoor. Het voelde heel erg nostalgisch, omdat ik dat zoveel heb gedaan. Ja, ik heb zoveel Masuda gebreed in Sword and Shield. Nou, ik was bezig met shiny competitives breeden en ik had er wel een aantal gemaakt. Nice. En ik wil dan ook in speciale ballen hebben, weet je wel. Mm-hmm. En ik heb hem volgens mij ook gebruikt voor zo'n survival lock met Jordi en Harm. Oké. Okay. Alhoewel, het was alleen maar voor in die game, maar toen heb ik echt alles gebreed wat ik nog had. Met uitzondering van de legendaries. Ik had Terrakion en Suicune had ik zelf gemnipt. Mag ik even vragen tussendoor? Ja. Kan ik nu healen zonder dat ik nog een battle moet doen? Ja, je kan gewoon rechtdoor lopen met die guy die voor de lift staat, praten. En daar kan je healen? Ja, dan ga je omhoog en dan kan je naar de linkerdeur. Ja, zeker. Kijk, want dit is een ice raid, toch? Komo-o geeft toch ook heel veel van die... of heeft een kans om dingen te geven? Vast wel een kans, maar niet die... niet zoals Glalie, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus dat... Nee, laat dat maar zitten. Dan ga ik wel gewoon breeden. Oké, okay, en dan moet je naar links. Dan kun je het kamertje in. Tenzij je partner zegt dat je moet volgen, dan zou ik naar beneden gaan. Dit is trouwens Nescor. Dit is zeg maar de cypher boss. Wink, wink, nudge, nudge. En die daagt jou uit om naar boven te gaan om hem uit te dagen. Alleen hij neemt de ene lift, dus we kunnen alleen nog maar de andere lift nemen. Hier kan je healen. Ja. Ik zag dat daar een healing machine was. Wat is dit? Geen idee. Kan je met de healing machine praten zonder tegen hem? Hmm. Kut. Kut. Nou ja, Chase of Rugen. Dit is een optional. Ik snap nu waarom wij nooit... Oh, de Alolan Pokémon. Ik snap nu waarom we in de speedrun nooit eigenlijk
die healing machine gebruiken. Mm-hmm. Oeh, ik heb een bericht. Oh, volgens mij... Nee, het lijkt wel alsof ik geheeld ben, maar dat zal wel niet, nee. Nou, het lijkt er wel heel kort. Goeie. Ja, zo. Het zijn gelukkig maar twee mons. Ik zou Draining Kiss op de Ninetales doen. Mm. Die overleeft het waarschijnlijk. Is iets anders, maar ook mooi. Oké. Okay. Nou, ik ga nu mijn spiegel bestellen. Oh, mijn Ninetales avoid the earthquake. Huh? Hoe dan? Hm. Ja, gewoon. Wat de fuck? Oh, nee, niet. Waarom avoid een aanval van de tegenstander net. Oh, oké. Okay. Ah, I got it. Uh-oh. Big nou, die oof. Kon hij niet meer avoiden, helaas. Kijk, want ik zag dat Amazon, die had nu een kortingscode. Oh, je moet via de app. Ja, ik ga niet via de app bestellen. Doei. Oh, kut. Nee. Nee, dat zal meevallen, maar there's a gleam op de Amphos is KU. Dat is wel een sientje. Oh, valt mee. Special defense van de Amphos is best wel hoog. De defense daarentegen is niet zo... De negenstaart is gone. Weg met die negenstaart. En nu kun je wel lekker en makkelijk en snel healen. En als je hier zo meteen op PC gaat saven, wink wink. Ja. Yeah. Dan als je verliest, dan kom je daar weer. Ah, slimpy guy, man. Ja, een stukje lopie. Ja. Jij bent zo'n slimpy guy, heb ik alweer door. Ik, soms say that, yes. Ik, ben gewoon dol op goed advies geven aan anderen. Op één. Oh, 1 AP. Bullet punch. Oh ja. Je hebt een slim... Nog een meer slimpy guy. Oh mijn god. Ja. Since you've been gone, Marowak. Been gone, Marowak. The big brain, hè? Zeker. Ja, ja. Even kijken. Gaan voor de Snorlax. Nee, in principe is het goed. Ik moet alleen... ik moet zo'n lekkere snack, een ijsje gaan kopen in de game en dan mijn kampvuur lied gaan zingen. We zitten rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied. Het K-M-P-V-U-U-R-L-I-E-D-lied. Oké, waar moeten we naartoe? Naar boven, maar dan van de rechterkant. Nu gaat het... Oh, hij is weg. Wat moeten we doen? Is er nog een andere lift? Oh, dan moeten we... Nee, links, 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 links. Oh, wacht, boven links? Ja, boven links, boven links. Ik ben nog boven. Door, ja, ja, ja. Oh, maat. Kijk, hier is nog een lift. Oh nee, ze zijn allebei weg. En wie komt er dan naar beneden? Oeh. De Kiem 2.0, nee. Nee, niet helemaal. Snormans boy. Gossip. En wat is hij? Hij is de baas van Team Snaggerming. Oh nee. Ben je alweer vergeten, hè? Wie dat zijn? Ja. Yeah. Ik kom ze zo weinig tegen. Maar goed, hij geeft nu aan van... yo, hij was lid van Team Snaggerm. Oh, Snaggerm is die dudes waar we de pak van stelen, toch? Ja, ja. Ja. De arm inderdaad. Ja. Nou, en... blijkbaar hadden ze dus een contract met Cypher om de Pokémons te vangen. En dan geven zij ze aan Cypher. En zij maken er daar Shadow Pokémons van. Wow.
Dus nu, nu snappen we ook wat King Snagger met de Snagger Machine moest. Want anders wisten we dat niet. Nee. Ik ben ook heel blij dat ik het nou weet. Ja. Ja. Ja, dit soort informatiedumps die krijg je niet altijd in games. Dus nee. Bij deze. Die is een Gramble. Nou, ik ben benieuwd of hij nog steeds een Shadowmon heeft, die hij in de base game heeft. Kan je raden welke hij heeft? Geen idee. Snorlax? Nee. Ik geef je een hint. Je hebt de Pokémon eigenlijk als eerste mon in de game gezien. Een Eevee? Nee. Oh. Als eerste mon in de game? Ja, zeg maar in die cutscene die je zag toen hij die basis opblies. Yeah. Welke Pokémon zag je als eerste? Die is lastig. Ja, het is alweer een tijdje terug ook, dus. Ja, maar ik heb die cutscene wel vaak gezien. Ik weet het niet eens eigenlijk. Nou ja. Je hebt nog de hele battle om het te raden. Ja. Dan neem ik even een slok. Welke mon is neergegaan? Was dat je Blaziken? Ja. Oh. Nou, die was wel handig geweest. Pinsen. Uh-oh. Hij wil... Oh. ja. Hiphantop? Dan is hier Aerial Ace? Ja. Want dan... Oh, dat werkt niet. VD Ironhead? Ja. Oh. Eigenlijk ook Gramble, maar... Ja... Die was opeens gone. Ja, nou ja, dan Iron... Ja, die mal wel. Ik weet niet of die playruff heeft. Ja, heeft die. Heeft die ook al gedaan. Oké. Rock Slide? Omdat er ook een bug bij zit? Ja, en dan kijken of je die mal wel kan afmaken met... doe maar Triple Kick. It's not of Bullet Punch, want dan zit ik... ik weet niet of hij nog meer Fairy Pokémon heeft. Ja, ik denk dat hij een combinatie van Bug Steel heeft. Maar je kan het doen. Eventueel kan je later nog switchen. Nee, dat kan niet, want hij, dan zit ik vast. Nee, maar je kan Hypnotop toch switchen? Ja, ja, oké. Kijken of dit killt. Denk het niet. Oh. Uh-oh. Oh, dit is een beetje kut. Overleeft hij het? Net aan. Ja, waarschijnlijk door die intimidate. Mm. Oh, oh wat? My god. Ja, volgens mij, Aggron is alleen maar een tank. ja... Ja, ik zou het niet op Pinsir doen, die Bullet Punch. Daar bereik je niet heel veel mee, helaas. Oh my god, het overleeft het. Ja, die ging op de Hiphantop. Oké, nou ja, zijn defense is nu wel lager. En zijn attack is weer normaal. Ja... Het ding gaat toch waarschijnlijk weer voor Playruff. Nou, ik zie echt wel mogelijkheden hoor in deze battle. Alleen die Mauwe had eerder ook moeten zijn. Dat is waar. Waarom was eigenlijk Ninetales wanted KO? Wat sloeg het op? Oh, dat zag ik niet. Wat deed hij? Een Playruff. Oh? Oh, de Malwa heeft natuurlijk huge power waarschijnlijk. Oh ja.
Normaal gesproken heeft ze mega dat, maar het kan zomaar zijn dat hij dat nu normaal heeft. Dan hebben we crawl rond. Ik zie dat jouw Blaziken echt heel veel tegen dit team kan doen. Ja. Oké, dus de volgende poging. Dan moet je niet starten met Blaziken. Ah ja, Slimpy. En dan eerst die Gramble afmaken. Oké, Thunderbolt. Ik heb laatst trouwens de fysieke versie van Fire Emblem Three Houses gekocht. Oh, nice. Dat zat ik echt heel lang op te wachten. Ik hoopte op price drop, maar het is uiteindelijk toch nooit gekomen. Volgens mij heb ik hem voor €48 gekocht, dacht ik. Dus dat is op zich nog wel een redelijke price drop, maar niet echt wat we... Wat er normaal echt met een prijs erop gebeurt. Nee, precies. Dus ja. Maar ik ben wel tevreden ermee. Ik moet volgens mij van Nintendo Games... Moet ik alleen nog Luigi's Mansion hebben. En dan hoef ik alleen nog maar de... Wat... Wauw. Dat heet heel veel. Ja, maar dat komt ook wel door die pull-ups. Ja, dat is waar. Wat wil ik nou zeggen? Dan moet ik alleen nog maar de nieuwe games. Dus Mario Wonder, bijvoorbeeld. Ik wil nog de Inazuma Eleven Go Galaxy games. Die alleen in Japan zijn verschenen. Heel misschien dat ik nog een Japanse Wind Waker wil. Als ik die kan vinden. Ja, gewoon om te hebben. Oké. Ik heb ook Colosseum en XD in het Japans. Voor jou? Ik heb alleen volgens mij de Japanse bonusdisc niet. Even kijken hoor. Volgens mij zit dat niet inbegrepen. Dan moet ik even het laadje openen. En dan even al die rotzooi eruit halen. En dan heel voorzichtig de Colosseum disc eruit halen. Okay, ik kreeg wel bij die Japanse game kreeg ik een nieuwe memory card. Dat was wel ziek. Wow. Ja, daar was ik wel blij mee. Oké, Blaziken kan heel veel tegen dit team. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Nee, ik heb niet een Japanse bonus. Waar zullen we mee starten? Gramble en Mawile. Sowieso Aggron. Ja. Ik wil zeggen, maar die kan nog mag zijn. Maar ik dacht bullet punch op de Gramble. Doe maar wel, want sowieso met Intimidate wordt de attack verlaagd. Nou ja. Kijk, wat zit hier allemaal bij? Oh, ik heb alleen maar de disc van Colosseum. Dat is jammer. Ook nog de bonus disc had, dan had ik Celebi kunnen krijgen in Gen 3. Wow. Ja, dat was al ziek geweest. Al wel. Maar nu begint hij met Breloom. Oh. Is niet erg, want die Mawile is juist kut. Dus. Ja, dat is waar. Ik denk Bullet Punch, Iron Head op de Gramble. Ja, gewoon focus op die Gramble. Dan heeft hij alleen maar Pokémon's die zwak zijn tegen je Blaziken. Mm-hmm. Hop 1. Ik ben eerst met de Bullet Punch, dat is mooi. Dat deed heel weinig damage. Seabomb, dat gaat er waarschijnlijk ook op de Hitmond op. Ja, je overleeft het in ieder geval. Oké, in ieder geval, je hebt zo meteen wel een soort van free switch in. Ja. Want ze gaan waarschijnlijk op die Hitmontop focussen. Kom op, crit. Nee. Nee, maar dat maakt niet uit. Nee. Zolang ze maar je Hitmontop nu afmaken, ja. Dan kun je Blaziken switchen. Nou, hij doet waarschijnlijk Seabomb of zo. Ja, dat is prima. Zolang hij maar geen spoor of iets doet, dat... Dat deed hij net wel, Spoor. Ja, kijken.
Oké, nee, dit is prima. Het overleef je. Wat de fuck. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oké, okay, Gamble is dood. Nou, hij mag best wel de Mawaal nu inzenden, want jij doet gewoon Heatwave. Kijk. Groudon. Nou, dit is dan weer wat minder. Dan zou ik Aura Sphere op de Groudon doen, denk ik. Oh ja, die is dark, hè? Ja. Oké. En dan Iron Head op de Groudon slot. Meen je? Oh, 4 AP. Ja, maar hij doet waarschijnlijk C-bomb en dan ben je je Blaziken kwijt. Oh ja. Shit, man. Nu komt Mowgli, dat ding uit. Appeng. Oké, okay. Hier kwam gewoon vooral veel pech bij kijken. Ook omdat hij opeens met een andere starter begon. Ja, hij moet gewoon de normale lead hebben. Dan, En het zou fijn zijn als hij niet gelijk crawl rond inzet. Even kijken. Oh. Moonblast of Psychic tegen de Breloom? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het killt sowieso. Okay. Ja, wat alleen vervelend is met die Mawaal. Volgens mij deed Earthquake ook niet zoveel tegen die Mawaal, toch? Volgens mij heb ik Earthquake niet eens geprobeerd. Ah, probeer dat eens. De Breloom is in ieder geval dood. Mooi. Je kan ook geen spoor doen, dus dat scheelt. Dan komt de Pinsir. Ja, de Pinsir. Dat is wel kut, want ik kan... Ik doe zo meteen Earthquake. Als ik Ampuls doe, is Ampuls dood, denk ik. Ja. Ja. Ja, ik doe wel Ninetales. Ja, doe maar Ninetales inderdaad. Sowieso, als hij zometeen Iron Head doet met die Mawaal, dan is je Ninetales ook dood. Dus. Oh. Nice, nice, heel erg nice. Was dat een crit? Of was ja, dat was een crit. Ah, dat was een crit, oké. Okay. Heel ziek, heel ziek. Head smash. Kijk, dat is een goede move. Weg met double edge. Kijk, hey, head smash meteen tegen de Pinsir? Ja, 100%. Het is step en het zou veel damage moeten doen. Hey, Flygon. Die kan je vangen? Oh, ze hebben nu de mond gewisseld. Ah. Normaal gesproken zou het Skarmory zijn. Ah, oké. Okay. Wil je Flygon hebben? Nou, ik wil deze battle winnen. Oké, dan Head Smash, Pinsir, Aurora Beam, Flygon. Since you've been Flygon! Inderdaad! Goodbye! Kabooming! Kaboo! See you never! Nou, en nu is het... Zo heel moeilijk was deze battle niet in vergelijking met wat we al gehad hebben. Nee, je had gewoon een betere lead nodig en dan lukt het wel. Hoppeteen! Nou, de damage viel ook wel mee, maar ja, het is een Aggron, helaas. Aurora Beam verlaagt de attack, als je mazzel hebt. Jammer. Ik had geen mazzel. Ah, je easy win. Easy winning. It's over, it's Jover. Hoppeeing. Je hebt hem gewoon geklaard, Milani. Easy. Easy winning.
Zeker een easy winning. Kapotgoeing. Kapotgoeing. Appetee. Oh, deze aflevering duurt al tan toe lang, Ing. Oh nee, je hebt nog een klein beetje dialoog en dan kan je afsluiten. Hij vraagt of je Team Snaggen wilt joinen, maar weet dat je een grapje maakt. Dus hij gaat aan de kant. Het is net als de Nugget Bridge, dude. Ja, zeker, Ing. Oké, wij gaan hielen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer. Adios.